Dan houdt de grap op. Ja, en dan probeer ik iets heel directs. En maar... wordt er dan naar u geluisterd? Heeft dat effect gehad? Nou, kijk, ik hanteer dan toch een satirische vorm. Hm? Satire is dus overdrijven. Hm? Je kan minimaal een college even. Hm? Minimaal overdrijven, maximaal overdrijven. Maar dat is de pedante overdrijving. Hm? Ik schrijf dan aan minister-president Lubbers. Maar ik weet ook wel dat die niet op mij zit te wachten. Dat die niet denkt, wat zal meneer De Bie hiervan denken? Hm? Dat is de pedante overdrijving. Hm? Maar ik ben wel serieus in die aanval. Hm? En ik weet dat dat verder niet zoveel uithaalt. Opluchting bij de betrokkenen misschien. En een kleine, mag ik dat afmaken? Ja. Een misschien een beetje beïnvloeding van de publieke opinie. Maar dat is alles. En heeft dat effect gehad, die beïnvloeding van de publieke opinie? Dat weet ik nog niet. Dat is zo'n vaag begrip. Had u toen u begon met het maken van televisie bepaalde dromen daarover? Van dat u werkelijk iets zou losmaken. Dat de mensen na de satire die u beiden maakt... de volgende dag iets anders tegen dingen nee, aan zou want, kijken? Nee, want dat zou ervan uitgaan, u gaat er nu vanuit, alsof wij zo'n vooropgezet plan zouden hebben... en weten hoe het met Nederland moet en waar het heen gaat. Dan zouden we dat wel op een andere manier zeggen. Dan zou ik essays schrijven of columns, ik vind dat. Ja, maar het is niet zo'n directe die vorm. Stukjes, die stukjes over de zwakzinnige zorg zijn een beetje ik columns. Ja, precies, daarom ik zeg ik ook. Die gaan over de grens heen, want grenzen zijn er om... Ja. Te worden overschreven. Maar u bent op dat moment een moralist, hè? Vindt u dat een vies woord? Valt mee. Ja. Ik denk het niet. Ik denk dat moralisme en satire wordt altijd met elkaar in verband gebracht. Ik denk dat dat wel heel erg meevalt. U blijft nu even over dat grensoverschrijdende geval doorpraten. Maar in het algemeen reageer ik, wij, ook in televisieprogramma's... op dingen die we om ons heen zien. En maken daar een komisch onderwerp van, een sketch... Ja, maar dat is... Bijvoorbeeld, de folders die je in de bus krijgt... die bieden al genoeg uitzicht op de wereld. Als daar een folder bij zit, meneer De Bie, u hebt roos... is dat een aanleiding tot een scène? Of daar nog iets achter zit, of dat een beeld oplevert... dat zien we later wel. Maar nu, tegen Sinterklaas nu... de pakken folders die je in de bus krijgt... daar, die spellen wij allemaal van voor en naar achteren. Want daar zitten misschien... Ja, maar er zijn toch allerhande filosofische interessante dingen over te zeggen. Neem de tijdgeest... Ja, maar dan was ik een 70... filosoof of een cultuurfilosoof. Grappenmakers zijn in belangrijke mate cultuurfilosofen. Nee, hoe ze ook niet weten. Maar in de jaren 70, toen links en mode was... hebben jullie je verzet tegen links. Tegen de machthebbers van links. Hebben jullie het hele social babble belachelijk gemaakt. Nu hebben we de jaren 80. Wat is het? Effectenbeurs, juppie en succes. He, dat is veel minder, leent zich dat blijkbaar voor satire. Want jullie klagen over het feit dat de welzijnszorg wordt afgebroken. U gaat ervan uit dat wij uitgaan van een... of ik uitga van een theorie en een vooropgezet plan. En zo, wij weten hoe Nederland in elkaar zit en waar het heen gaat. Dat is niet zo. We kijken gewoon om ons heen. Mijn boek behandelt 60 dagelijkse dingen. Gewoon dagelijkse dingen. Wat ik u zei, de folders die in de bus vallen... Nu met Sinterklaastijd de speelgoedfolders. Heerlijk pakken, die lees ik allemaal door. En dan, hier is er één bijvoorbeeld. En dan, die lees ik van begin tot eind. De nieuwste generatie, de jongste generatie, waar speelt die nu mee? En dan zie ik, dan zie ik hier de laserstraalgeweren, meneer Van Dis. Dat is niet mis. En die worden hier ook aanbevolen door de heer Griet Titulaar. Die zegt ook... Ja, want dit wordt het jaar, dit wordt de Sinterklaas van de micro-elektronica. En die zegt ook... Onzichtbare infrarode stralen worden gebruikt om het speelgoed van alle gevaren te ontdoen. He, allerlei spelletjes kunnen op die manier nog realistischer worden, terwijl er absoluut geen gevaar is. Nou, dan snel ik naar de speelgoedwinkel en dan wil ik weten wat dat is. De 8-jarigen, waar spelen die nu met Sinterklaas mee? Maar denkt u in uw bed? Wat doet u allemaal? Oh, laat zijn, laat zijn. Hé, ik tot doorgaan nu. Ja, ga maar door. Ja, kijk, en dan wil ik dat even laten zien. Kijk, dat zijn de speelgoedgeweertjes waar de 8-jarigen nu mee spelen. Die gaan met laserstralen. Ja. Geen gevaar, meneer Titulaar zegt het zelf. Ja. Het is strak ongevaarlijk. En dan kan je op een afstand van... Van 20 meter, kijk, daar komt het licht hier uit. Ja. Kan je van 20 meter afstand iemand opraken. En dan is er voor de kleine tegenstander, is daar ook een klein vestje bij. Ziet u? Ach, daar houdt u dat even zo voor. Komt u zo een vestje. En dan kan je daar echt met, kijk.
raken. Raak. Van 20 meter afstand schiet ik daarop. En raak. Het is raak. Ja. En daar zit bij een bewegend doel. Ziet u? En dat kan ik. Kijk. En als ik 3 treffers heb, dan staat hij vanzelf stil. En dit, meneer Duis, kost 99 gulden. Dat is 99 gulden. Nog even. En kijk, daar komt het. Nou kan ik als satiricus, als moralist, kan ik zeggen met de wijsvinger, wat een schande, 100 gulden voor een speelgoedgeweertje. En die ouders die dat de kinderen geven. Maar dan heb ik boter op mijn hoofd. Want waar speelden we zelf vroeger mee? Precies. Hè? Ja. Ik heb het bewaard. Plastic ik heb mijn speelgoedpistooltje zorgvuldig bewaard. Ja. En u houdt wel van een nostalgisch stukje speelgoed. Ja, dat wou ik u ook vragen. U houdt vast erg van de jeugd. Ja, kijk eens. Dan moet je eens kijken waar wij mee speelden. Dat is nou mijn oude speelgoedpistooltje. Heb ik altijd bewaard. Dat was direct na de oorlog. Er waren nog geen goede kinderwapens verkrijgbaar. Is het niet mooi? Ja, dat is prachtig. Ja. Wilt u even vasthouden? Nee. En hij doet het nog met geluid en al. Mooi, hè? Goed, ik hou ermee op om u iets zinnigs te vragen. En ik wou zo die boren vanavond. Maar ik hou ermee op. Ik niet. Hè? Door. Nee. Ik wilde even dit nog zeggen. Dat ik echt vind dat er een overdreven aandacht is voor die diepere drijfveren van de entertainer. En die krijgt ook vragen voorgelegd. Hij wordt op een platform, op een hoogte neergezet waar die echt niet thuis wordt. Dat moet niet. Je krijgt echt dus ook vragen. Het heeft niks met hoogte te maken. Jullie blazen jezelf ook op, zeg. Met al die boekjes. Dat is waar. Maar die zijn hele lichte en luchtige boekjes. Ja, maar er zit iets achter. Er zit gedachtes achter. Geen. En altijd reuze bagaan. Nou, daarom, laten we er niet over praten. Mag ik het nog even zingen dan? Mag ik het zingen? Zing. Goed. Zingen. Ja. Nou, de vragen die je krijgt voorgelegd, hè. Hey, ta-ra-dam, ta-da-da-da.